Die het langst in het ijsbad blijft, wint. Nou, nee! Allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ben je nieuw op mijn kanaal, dan zou ik zeggen welkom. Het viel me op volgens mijn statistieken dat meer dan de helft van de mensen die naar mij kijken nog niet geabonneerd is. Dus ik zou zeggen, check hier beneden even of je al geabonneerd bent. En zo niet, druk op de button. En druk ook even op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. Je gaat geen spijt krijgen dat je op deze video hebt gedrukt, want dit wordt niet zomaar een video. Maar heel verrassend alweer een hele speciale video. We gaan namelijk het volgende doen. Wie het langst in het ijsbad blijft, wint. En ik weet niet of dit een goed idee is. Heb je hier nou heel erg veel zin in? Doe dan even een duimpje omhoog, want bij de 25.000 duimpjes spreek ik met jullie af dat we weer een wie het langst challenge gaan doen, maar dan gaan we iets anders doen. Zoals bijvoorbeeld wie het langst in de zee blijft. Ik denk dat ik er na 10 minuten al gillend uitkom. Nou ja, wil je dat we wat gaan doen? Zorg dat we de like goal even halen hier beneden. En natuurlijk heb ik ook weer een hele toepasselijke vraag voor jullie voor deze video. Ik merk dat jullie het leuk vinden om een soort van spel te spelen, dus dat gaan we nu nog een keer doen. Laat even weten op welke dag jij deze video kijkt. Kijk jij deze op een dinsdag als hij online komt? Of kijk je het misschien wel op een woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag? Iedereen die voor vrijdag reageert, dan ga ik zoveel mogelijk hartjes bij uitdelen. Dus zorg dat je er snel bij bent. Ik zeg jullie bij deze alvast wat wij vandaag gaan doen. Doe dit thuis niet na. Ik denk dat het een van de meest gevaarlijke wie het langst challenges is die wij ooit hebben uitgevoerd. En ik ga het niet alleen uitvoeren. Ik heb namelijk 3 andere mensen geregeld. Ik heb een zwembad geregeld. En we gaan zo meteen mijn auto volladen met ijsblokjes. De challenge is heel simpel. We gaan zo meteen met 4 man in een bad zitten. Deze wordt om de paar minuten gevuld met meer en meer ijsblokjes. En dan gaan we kijken wie het langst volhoudt om in een ijskoud bad te zitten. Maar voordat we dat gaan doen, moet ik zorgen dat er een zwembad opgeblazen is hier achter in de tuin. Laten we daarmee beginnen. En toen waren we weer in de welbekende tuin. Want hier heb ik eerder met Rutger gezeten voor natuurlijk wie het langst in de jacuzzi blijft. En dat was natuurlijk tegenovergestelde van wat we nu gaan doen. Want jacuzzi is heel erg warm. En nu zul je vast denken, Thomas, ga je heel dit bad leegmaken en ga je vol met ijs gooien? Nee, daar heb ik een ander idee voor. Ik heb namelijk een geweldig groot, luxe, tropisch ijs. Of hoe je het ook wil noemen. Zwembad geregeld. Die ik nu ga opblazen. Het ziet er misschien klein uit. Maar hij is 3 meter lang en 2 meter breed. Dus het is best wel een behoorlijk groot opblaaszwembad. Deze gaan we zo meteen helemaal met ijskoud water vullen. En dan is het tijd om al het ijs te gaan halen. Geweldige luxueuze zwembad. Hij is best groot. Het is geweldig. Nou. Gaat dit snel? Wat een geweldig zwembad. Ellen dacht dat dit ook opgeblazen moest worden, maar ik kan je vertellen, Ellen, dit is een zwembad. Nou jongens, dit is mijn ijsbad. Laten we hem eerst gaan vullen met heel erg koud water en dan is het tijd om het ijs te gaan halen. Oké. Is het koud of niet? Terwijl dit bad aan het vullen is, wil ik jullie even vertellen met wie ik deze challenge ga uitvoeren. Want dit is de eerste keer dat ik met best wel veel mensen een wie het langst challenge ga doen. Deze challenge ga ik samen uitvoeren met Rutger, Richard, oftewel waar is Richard, en Sarah. En die hebben jullie ook wel eens eerder gezien in de video's. En omdat Richard meedoet en om de verleiding nog groot te maken zodat ik deze challenge ga winnen, heb ik dit geregeld. Een warme oase. Het idee is dat ik deze hier achter ga plaatsen en hier komt alleen maar warm water in. Dus mocht je nu heel benauwd krijgen en denken ik vind het echt te koud worden, dan staat oase daar klaar. Kijk eens wat een paradijs, jongens. Ik heb alleen nog nooit een driehoekige regenboog gezien, maar goed, het gaat om het idee, hè. Om gevuld met heerlijk warm water. Dus geef je het op, dan mag je hierin plaats gaan nemen. Nu deze oase bijna klaar is, is het tijd om het ijs te gaan halen. Laten we mijn auto vol gaan gooien met ijsblokjes. Ondertussen ben ik bij een hele grote supermarkt en ik loop gewoon naar een hoek toe waar het koud voelt. En daar hoop ik gewoon heel veel ijs te vinden. Zat diepvriezen, jongens. We hadden ook gewoon hier de challenge kunnen doen en dan allemaal los van elkaar in een diepvries gaan zitten en kijken wie het langs volhoudt. Wel nog gevaarlijker, denk ik. Wow! Kijk al dit ijs! Precies wat ik zocht. Oké, laten we zoveel mogelijk van dit ijs in gaan laden in de kar. Misschien hebben we nog een kar nodig. Oké, ik heb net even zitten rekenen en we hebben besloten 15 van deze dozen mee te nemen. En dat is 6 keer 2 kilo aan ijs. Ik hoop dat ik dan een redelijk zwembad kan vullen en het water zo koud kan krijgen. Iedereen er heel snel uitgaat en ik deze challenge ga winnen. Jongens.
jongens, ik kan niet meer achteruit kijken. Het ligt helemaal voor mijn auto. We hebben de airco heel hard gezet, dus ik hoop dat het niet gaat smelten nu. Ik ben helemaal klaar voor deze challenge en mijn tegenstanders zijn zojuist ook gearriveerd. Ik presenteer jullie Team Rood. Hallo. Richard. Oftewel, waar is Richard? Yes. Team Paars, Rutger, oftewel AK Veurtje. En ik presenteer jullie Team Blauw, Sarah Lokersen. Yeah. Ik ben Team Oranje, zoals jullie zien. Jullie gaan van mij verliezen vandaag. Echt? Ja, dat weet ik nu al. Ik ga dit het langst volhouden. Ja, want als wij gewoon na 1 seconde opgeven, dan is het klaar, toch? Ja. Ik heb lichaamsvet, Team Oranje. We gaan zo meteen een challenge doen met z'n vieren. Wie het langst in het ijsbad blijft, die wint. Als jullie je nu omdraaien, zien jullie alvast het bad klaarstaan. Mogen we draaien? Jullie mogen nu omdraaien. Wow. Wat is dat? We hebben hier het ijsbad en we hebben hier de oase. De oase is zeg maar als afleiding. Dus mocht je denken, het wordt echt te koud, ik wil eruit, dan kan je naar de oase. Die oase is warm. Ijskoud, voel maar. Het is wel echt heel koud. Ja, maar wij stappen zo meteen met z'n vieren in dit bad. En om de 5 minuten gaat Ellen een zak ijs erbij gooien. En dat ligt allemaal hier klaar in de schaduw. Mag ik ook 1 vinger er gewoon in doen? Zo. Ah! Dat is echt heel koud. Helemaal niet leuk. Die heb ik echt koud. Oké, jongens, rustig, rustig. Maar jij zei een ijsbad. Ik dacht met cornetto's en Ben & Jerry's. Ik zou zeggen, ga allemaal in positie staan. We gaan het bad in. Wat doe jij? Dus de Wim Hof Breathing Method. Hey, dit is IJsman. Hiermee ga je winnen. Ja? En wat is jouw idee? Jij gaat met je lange spijkerbroek erin. Ja, ik ben niet voorbereid hierop. Ik heb wel trouwens ijssokken. Misschien helpt dat. En jij ziet eruit alsof je wipe-out gaat doen. Lichaamsvet en doorzettingsvermogen. Ik heb me zeker voorbereid. Kijk, ik heb hier een waterthermometer. En ik dacht, ik ga hem even erin doen om te kijken hoe koud het water nu is. 19,5 graden. En dat gaat zo meteen een heel stuk kouder worden, jongens. Dus als jullie dit al koud vinden... Het voelt echt veel kouder. Wacht, wat winnen we eigenlijk? Ja, waarom doen we? Ik heb een verrassing in het diepvries voor jullie liggen als prijs. 10.000 euro. Een like. Nee. Een like. Het is echt een prijs, hier ga je het voor doen. En je krijgt de eeuwige eer. In Amerika winnen ze met dit soort challenges 10.000 euro. Ja, ja. Dat is Nederland, ik heb geen geld. Dus laten we erin gaan in 3, 2, 1. Let's go! Oh, dit is nu al heel koud. Oh, wat erg. Er hoeft echt geen ijs bij. Oh, het is echt heel koud. De timer gaat nu in. Allemaal gaan zitten, jongens. Ja, nee, maar dat durf ik echt niet. Als je gaat zitten, ben je al af. Ja. In 3, 2, 1. Dit is echt heel koud. Ik krijg stijve tepels. We kunnen het wel warmer maken, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee. Ja, de knieën moeten onder water blijven. Het is gelijk tijd voor de allereerste ijszak. Want dit water is nog niet koud genoeg. Nou, ik kan bijna niet meer begraven. Wat zit jij er relaxed bij? Ja, je zit er... Maar ik ben in een soort winterslaap. Warming. Het is misschien heel raar, maar het wordt wel steeds warm. Ik weet niet wie er hier geplast heeft. Nee, maar we zijn een soort van... Doe de aanmaaklimonade bij. Doe eens even niet. Ik probeer nog charmant in beeld te zitten hier. Misselijk. Hey, joh, ik denk dat we gewoon nog een ijszak erbij moeten gooien. Niet zo spetteren ermee. Oh. Hier, Saar. Ja. Ik heb een camera vast. Wat is dat nou voor excuus? Mag ik een rietje? Dit is het slechtste video-idee ooit. Waarom doe jij ook mee eigenlijk? Ja, dat weet ik ook niet. Dat moest van hem. Oh, ik heb helemaal kippenvel over mijn benen al heen. Ik weet dus niet of het scheelt een lange broek aan. Jullie hebben beenhaar. Nou, alsof dat gaat helpen. Ik heb me 3 weken niet geschoren. Ik hoop dat het helpt. We hebben zoveel ijs. We moeten het gewoon erin gooien. Voor mij ja, beter. Hoe... Oh. Langzaam. Oh. Wij zijn nu zeg maar de goudvissen die op temperatuur worden gebracht. Ja. Langzaam ben je eraan. Oh, maar jongens, het is echt niet normaal koud. Het is echt heel heftig. Mocht iemand het te koud vinden, dan kun je er ook nu uitgaan, hè? Ja, ga maar. Zal ik even kijken hoe warm... Oh, als ik beweeg is het zo koud! Die thermometer ligt erin. Wat ja. Oh, god. Nee, hij is wel gezakt. Kijk, het is nu 18,4 graden. Staat er geen minnetje nog voor? Jongens, kijk even naar de oase die roept. Je kan gewoon erheen, ja. Hè? Oh. Waarom spetten joh, gooi gewoon heel veel ijs mee. Ga maar gewoon lekker heen en toe. Niet! Oh! Let it go! Let it go! Go!
Kijk al dit ijs drijven hier. Ik weet, wat zei ik? Oh, nu wordt het koud. Ik heb die onderlaag. Hier is het echt veel kouder. Zoek bij mij, dan voel je ook nog mijn ziel. 14,6 graden. 9,2 graden. 8,8 graden. Nee. Oh. Ja, maar straks vriezen we hier vast inderdaad. Dan zitten we hier de hele nacht. Maar je kunt het opgeven, hè? Maar kijk, het bewijs, het smelt al bijna niet meer. Nee. Het is gewoon heel koud. Blokjes in het zwembad. Ik kan mijn benen niet meer strekken. Ik maak geen grap. Oh, strek je been eens. Oh. Blijf op zitten. Auw. Kijk, Ellen met die gemene lach ook. Ik hou het even van jou. Ik kan het bijna niet meer volhouden. Ik wil graag een warme chocolademelk bestellen. Tenen doen zo'n pijn om te bewegen. Dit is niet oké meer. Voelen jullie dat ook? Nee, ik voel ze gewoon helemaal niet meer. Oh, er komen nog meer ijs. Hoeveel hebben we nog? Niet op de helft. Nee. Oh, nee. Ik denk dat we een extra regel toe moeten gaan passen. We gaan allemaal wat dieper erin zitten. Ja, oh. Wie niet meedoet is af. We moeten nu tot ongeveer hier allemaal erin. In 3, 2, 1. Maar wel tegelijk. Oh, dat is echt heel groot. Nee, Richard. Nee. Heb je een handdoek bij je? Nee. Ga je er echt uit? Ja. Best. Richard is er. Het ziet er niet zielig uit. Nou, de allereerste heeft opgegeven. Wie gaat de tweede worden? Mag ijs helpen? Ja, dat ga ik zeker doen. Wel leuk dat ik nu over 50 jaar nog kinderen kan krijgen, want het is allemaal ingevroren. Ik weet niet wat deze kou met jullie doet, maar het niveau daalt echt extreem. En de temperatuur ook. Jongens, ik heb een verrassing voor jullie. Om het een beetje op te warmen hier, heb ik raketje! Ja, echt iets waar ik naar uitkeek in een ijsbad. Zijn jullie een ijsjeslikker of een ijsjesbijter? Dat is een hele rare vraag. Laat het vooral weten in de reacties. Oh nee! 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 Richard, wat heb jij nou? Ik heb extra frozen. Oh, wat erg dit. Richard, ik was je vriend. Hoezo? Ik heb niks gedaan. Dit is echt heel koud! Oh nee, dat kun je niet maken dit. En nog meer ijs. Ik wil graag opgeven, dus kan iemand de wegenwacht bellen, want ik kan zelf niet meer opstaan. Oh. En toen zaten we 40 minuten in een ijsbad. Gaan we alle zakken nu in het zwembad gooien, dan gaan we alle drie liggen in het zwembad. En wie dat het langst gaat volhouden, die wint deze challenge. Daar komt het! Oh, oh mijn god! Oh mijn god! Oh, het wordt ook echt een heel stuk kouder nu. Oh, heel koud. Tril helemaal. Nee. 3, 2, 1, let's go! Oh my god! Oh my god! Nee, ik kan niet meer! Ik kan niet meer! Ik kan niet meer! Ik voel het! Heb ik gewonnen? Yes! Oh, ik voel iets! Ik kan niet meer opstaan! Ik kan niet meer bewegen! Auw! Ik kan maar mee rollen! Jongens, even een applausje voor jezelf dat jullie hier aan mee hebben gedaan. Ik wil jullie echt ontzettend bedanken, want ik had het niet in mijn eentje willen doen. Nogmaals, doe dit thuis niet na, want die pijn... Ja, pijn, je bent gewoon helemaal verlamd. Het is gewoon... Je voelt niks meer. Heel raar wat je opeens voelt. Rutger is de winnaar van deze challenge. Van harte gefeliciteerd. Yay. Willen jullie nou dat wij nogmaals een Wie het langst challenge gaan doen? Zorgen dat we de like goal halen aan het begin van deze video. 25.000 duimpjes, dus doe dat duimpje even omhoog. Ara, ik wil jou bedanken voor het meedoen aan deze video. Ik wil Richard bedanken. Ik denk dat hij mij nooit meer aan gaat kijken. Dus. Wil je meer van Rutger zien? Check dan even zijn kanaal. Die komt nu hier in beeld. En abonneer natuurlijk ook even op mij als je het nog niet hebt gedaan. En druk natuurlijk op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. Dan gaan wij nu opwarmen en zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer om 7 uur in de avond met een splinternieuwe video. Au, doei! Doei!